Wat doet Rutger als ik niet thuis ben? Voordat Rutger thuis komt, hang ik het huis vol met verborgen camera's. En ik bereid de ergste pranks voor. Maar hoe gaat Rutger reageren als ik niet thuis ben? Leg je je broek mee af of? Kom. Nee. Oké, ik moet even opschieten. Rutger is nu nog op kantoor en ik heb dus in totaal een uur de tijd om alles hier thuis voor te bereiden. Jij kan meedoen aan deze challenge, want je kan in totaal 10 punten scoren. Ik ga heel het huis vol zetten met allemaal pranks voor Rutger en overal hangen zo meteen verborgen camera's. Jij mag vooraf raden of hij in een prank gaat trappen, ja of nee. En raad je het goed, dan verdien je een punt. Het allereerste punt krijg je van Paco en mij cadeau als je eventjes een duimpje of een pootje omhoog doet voor deze video. Heb je dat gedaan, dan komt er als goed is nu een puntje bij. Paco, zullen we gewoon afspreken als we de like goal halen van 15.000 likes, dat we een soort auditie gaan doen voor jouw nieuwe zusje of broertje, dat jij mag gaan kiezen? Ik denk dat dat een ja is. Ik zou zeggen, ga voor die like goal. Laten we de allereerste prank voorbereiden en die gaat als goed is gelijk slagen als Rutger zo meteen thuis komt. Het is een hele simpele, wat hebben we nodig? Een veiligheidsspeld, tape en een ballon. Als Rutger thuis komt, dan doet hij natuurlijk de deur open en dan gaat hij als goed is deze kant op de deur. Hij komt ongeveer hieruit. Nu ga ik dus met tape de veiligheidsspeld hier vastmaken. Zo. Check. En nu ga ik deze ballon opblazen en aan de deurklink bevestigen. Zo, ik denk dat hij zo goed zit. Laten we even testen wat er dan gebeurt. Rutger komt dus binnen, gooit hem open. Dan gebeurt er dit. De volgende prank gaat Paco bij Rutger uithalen. Hè Paco, heb je er zin in? Paco heeft namelijk ons kussen gesloopt. Ik ga doen alsof Paco ons kussen hier uit heeft gehaald. Zo, maar deze houden we even apart. Hier hebben we een wat oude kussen en die scheuren we gewoon kapot. En ik gooi het hier gewoon allemaal neer. Hoppakee. Hè Paco, heb jij allemaal gedaan hè? Heel stout. Nou, het lijkt net echt alsof Paco het echt heeft gedaan. De volgende prank kan plaatsvinden in de keuken. En wat hebben we nodig? Heel veel wortels. Paco is daar trouwens gek op. Touw en tape. Deze prank heeft Rutger ooit bij mij uitgevoerd. Hij heeft namelijk ooit allemaal M&M's in de koelkast vastgemaakt. En als ik de koelkast opendeed, dan kwamen er allemaal M&M's uit vallen. Ik ga hem gewoon terugpakken met een lading wortels. Nou, we zetten de bak hier neer. Zo. Oké, we moeten dit touwtje nu natuurlijk zo kort mogelijk maken. Ik denk dat ik hem zo kort maak. Want als hij dan verder opentrekt, moet deze bak wel vallen. Nou, ik denk dat dit kort genoeg is. Laten we deze maar dicht doen. Voordat we de volgende prank gaan installeren, heb ik natuurlijk nog de vraag voor deze video. En als je daar antwoord op geeft, verdien je weer een puntje hierboven. De like goal heeft natuurlijk alles te maken met eventueel een broertje of zusje voor Paco. Maar wat moet de naam zijn dan? Laat het even weten. Wat is een leuke hondennaam hier beneden? Ik heb echt een briljant idee. Deze zak zit vol met bubbeltjes plastic. En stel je nou voor dat je daarop gaat zitten. Dan hoor je dit geluid. Het idee is om alle kussens van de bank eraf te halen en al deze luchtkussentjes onder de kussens te leggen. Als Rutger dan op de bank gaat zitten, horen we als het goed is een hele harde knal. Laten we snel beginnen. Zo. Dit ligt allemaal goed. Laten we dan nu het kussen eroverheen leggen. Nee, Paak, niet erop gaan, niet erop gaan. En dit is het middengedeelte. En dit is het laatste gedeelte. Paak, je bent wel een goede assistent. De volgende prank staat hier al klaar. Namelijk deze doos met breekbare waarden erin. Mijn idee is als volgt om onze lieve stagiaire Nina, kom maar even erbij, in deze doos te stoppen. Nou. Jij krijgt zo meteen mijn oortje in. En jij staat eerst hier in de doos. En elke keer staat deze doos op een andere plek in het huis. En Rutger snapt er helemaal niks van. Maar dat betekent wel dat jij de hele tijd zoals hier bent als het plaats gaat vinden. Inderdaad, je moet heel stil zijn. Nou, ga in je doos. Zo. Oeh, oh, dat was te lang. Nou, dan ga je. Zwaai nog even, want de komende uren zit hier in. Doei. Oh, verrast. Alsof er niks aan de hand is. Oké, niet. Ja, nee, wacht. Het begrijpt haar, hè, vandaag. Dit is gewoon de job. Nee, Nina, je staat hier fout. Ik wil dat je bij de schilderijlijst een beetje gaat staan. Ja, oh, ik begeleid je eventjes. En stop. En verder gewoon heel stil blijven zitten. Dit is al de tweede keer dat Nina bij ons stage loopt. Ik snap ook niet waarom ze nog steeds terug wil komen. En denk je nou, dit wil ik ook? Mail dan even naar het adres wat hier beneden staat. We gaan door met de volgende prank. De kans is natuurlijk heel groot dat Rutger zo meteen naar de wc moet als hij thuis komt. Nou, heeft hij natuurlijk die ballon al gehad. Maar ik heb hier ook een nieuwe BFF voor hem. Wat is een leuke naam. Nou ja, laat het even weten in de reacties. Ik ga deze nu ophangen in de wc. Dus zodra hij de deur open doet, kijkt hij vol tegen deze gezellige meid aan. Dit ding is zo eng. Hang hem hier aan. Als die lamp maar niet helemaal naar beneden komt. Even een testje. Kijk hoe eng dit eruit ziet als je de deur open doet. Sorry Rut, ik hoop niet dat je boos wordt. Alle pranks die ik hier in huis kon voorbereiden staan klaar. Paco, doe je taak. Doe alsof je niks weet, oké? Ik denk dat ze het snapt. Ik heb nog 2 extra pranks en dat zijn de ergste van...
van deze dag. Maar dat vertel ik zo in mijn geheime hoofdkwartier. Kom mee. Welkom in mijn geheime hoofdkwartier. Ik heb hier allemaal beelden waarmee ik het hele huis in de gaten kan houden. Alle verborgen camera's zijn geïnstalleerd. Dit is camera 1. Dit is camera 2. Camera 3. Camera 4. En camera 5. Dan is het nu wachten tot Rutger thuis komt. Maar natuurlijk heb ik nog twee extra pranks. Eentje is het alarm. Dat laat ik zo meteen afgaan. Leg ik zo meteen wel uit. Maar de final prank voor vandaag is een actrice die ik speciaal voor vandaag heb geregeld. Dit is Romy. En Romy komt aan het einde, als alle pranks hopelijk geslaagd zijn, naar binnen. Want jij bent onze nieuwe schoonmaakster. Ja. Alleen ben je een beetje een onhandige schoonmaakster. Je gaat alles doen wat niet kan als schoonmaakster. Ja. Hè? Je krijgt zo meteen een oortje. Ik sta in verbinding met jou. Je hebt je geheime hoofdkwartier boven. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik heb hier zoveel zin in. Ik zou zeggen, laten we beginnen. Als het goed is, moet hij nu elk moment binnenkomen. Ik zit hier de hele tijd al te wachten. En het ergste is nog, de stagiaire zit ook nog gewoon in de doos. Hoe houdt ze dit vol? Maar voordat hij komt, raad vast voor jezelf. Gaat de allereerste prank slagen? Ja of nee? Het is de prank met de ballon en jij kan er een punt mee scoren. Ik denk dat de ballon gaat klappen. Hij komt, hij komt, hij komt, hij komt. Zometeen komt hij natuurlijk binnen. En dan heeft hij ook gelijk alle troep die Paco heeft veroorzaakt. Ze staat ook al bij de troep en de doos. Oh, ik ben helemaal zenuwachtig. Ik hoop zo dat die prank werkt. De ballon ging niet af. Nee, het is niet gelukt. Wat heb je gedaan? Hij ziet de troep van Paco. Hij ziet de troep van Paco. Monsieur, wat is dat? Hij ziet er heel bezorgd uit. Oh nee. Oh, Paco. Prank 1 niet geslaagd. Prank 2 wel geslaagd. Oh. Jij hebt het gedaan? Hij heeft geen idee dat zijn stagiair in die doos zit. Dit is zo grappig. Hoe kan dat nou? Nee, niet aankomen. Hij belt, hij belt. Hey. Hallo. Hi. Paco heeft een kussen op. Denk ik. De roze kussen is helemaal kapot. Oh, dat meen je niet. Ze was in de woonkamer. Nee. Ik ging net weg en toen was dat niet. En heeft ze dat gedaan toen ik weg was? Hé, hey, maar ik moet echt verder nu. Ja, ik spreek je zo. Ik hoop dat... Ja, check eventjes staat of iets... Staat hier een grote doos? Is die van jou? Ja, laat maar even staan. Dat is voor een nieuwe video. Het is breekbaar, dus ze hebben hem heel voorzichtig binnengezet. Niet aankomen. Ja, ik hoop dat ze niks op heeft. Ja, dan kijk even in een mondje. Maar ik moet echt verder. Er zijn allemaal mensen hier op mij te wachten. Dag. Yes, doei. Ik hoop dat ik dit goed deed. Volgens mij is deze prank wel geslaagd. De ballon helaas niet, maar het kussen wel. Goed, dan is het nu wachten of onze doos het goed doet. Hij gaat naar de bank. Gaat hij erop zitten? Nee, hij loopt weer weg. Hij gaat naar de koelkast. Nee, toch? Oh nee, hij pakt een andere kast. Oh, hij pakt water. Oh, ik hoop zo dat hij iets uit de koelkast pakt. Maar hij loopt weg uit de keuken. Hij zit nu achter zijn bureau. Dit is het moment dat Nina kan verplaatsen. Ik hoop dat het gaat lukken. Wat denken jullie? Gaat hij dit horen hebben? Ja of nee? Je kan het nu raden. Nina, als het goed is, hoor je mij. Praat niet terug tegen mij. Je kan nu als doos verplaatsen. Sta maar op en loop naar een andere muur. Ga maar ergens anders staan. Oh ja, ja, de doos beweegt. De doos beweegt. Zo grappig. De doos beweegt. Oké, Nina, daar kan je... Ja, ga hier maar. Ja, goed zo, iets naar links. Stop. Nu naar beneden. Nu naar beneden. Stop, ja. Dit is top. Dit is top. Hij kijkt niet eens om. Oké, nu is het wachten tot Rutger zich weer verplaatst. Hij staat op. Hij staat op. Oh, nu ziet hij die doos straks. Oké, Nina. Hij komt nu dichterbij. Hij staat naast de doos. Oh my god. Gat, sorry. Oh, ik word helemaal niet goed. Hij zegt, ik word helemaal niet goed. Wat zielig. Hij schrikt heel erg. Oh, hij gaat naar die doos. Hij pakt die doos eraf. Oh nee, Nina, hij pakt die doos eraf. Oké, Nina, als ze je ziet, doe je alsof er niks aan de hand is en ga je gewoon door de voordeur weg. Wat? Hè? Oké, doe de doos nu van je af en vertrek gewoon door de voordeur alsof er niks aan de hand is. Wat is dit? Oh. Wat gebeurt hier? Heel goed, heel goed. Oké, Nina is door de voordeur vertrokken. Rutger staat daar nog. Hij is helemaal in de war. Ik vind dat deze prank geslaagd is. Ik hoop dat je het goed had ingeschat. Terwijl we toch zitten te wachten, zou ik zeggen, check hier beneden vast even of je al op die abonneerbutton hebt gedrukt. Zo niet, dan geef ik je 3 seconden de tijd om dat eventjes te doen. 1, 2...
2, 3. Als het goed is het nu gelukt. En Rutger zit nog steeds op kantoor. Ik was al een beetje bang dat ik lang moest wachten. Dus ik ga mijn geheime prank nu inzetten. Ik laat namelijk het alarm thuis afgaan. Dat kan ik gewoon met mijn telefoon doen. Oké, ik hoop dat hij niet te erg gaat schrikken. Raad vast voor jezelf. Gaat Rutger schrikken? Ja of nee? Je kan er het volgende punt mee verdienen. Ik zet gewoon het alarm erop in heel het huis. Oh nee, oh nee, hij rent naar te lachen. Oh my god. Oh, zielig. Hij schrok echt heel erg, zag je hem rennen? Hij pakt zijn laptop. Waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen? Oh, hij gaat op de bank zitten. Gaat het lukken, ja of nee? Ik hoorde wel wat. Hè? Hij heeft het zelf niet door. Ik hoorde gewoon een knal. Hoe kan dit? Hij reageert er gewoon niet op. Of hij is gewoon gewend dat de vering van die bank gewoon kapot is. Oké, jongens. Ik vind dat de prank geslaagd is. Ik ben benieuwd wat jij had ingeschat. Alleen Rutger reageert er niet heel erg op. Best gek eigenlijk. Het is ondertussen al heel veel minuten later. En hij zit nog steeds op die bank. Op die luchtkussens. Ik vind dit te lang duren. Ik heb hier een idee bedacht. Namelijk dat ik voor opnames nu in een supermarkt. Ben. En ik ga aan hem vragen of wij nog wortels in de koelkast hebben. Ik bedoel, dan moet hij de koelkast nog opentrekken. Oké, daar gaan we. Ik hoop dat het werkt. Ja? Hey, hallo. Ik ben nu voor die opnames in de supermarkt. Kan jij misschien even checken of wij nog wortels hebben in de koelkast? Mm-hmm. Even naar de koelkast lopen. App mij anders zomaar, ja? Oké. Dan ga ik even verder. Doei. Oké, daar gaat hij. Hij gaat naar de koelkast. Daar gaat hij. Oké. Yes! Al die wortels liggen op de grond. Nou, pak maar. Paco is gek op wortels, dus ze mag er één pakken, zo te zien. Oh nee, nu belt hij weer. Oké, nu ga ik toegeven dat het een grapje was. Hey. Je bent me gewoon aan het pranken. Nee? Ja, die wortels die vallen al uit de koelkast. Oké, dat was even een grapje tussendoor. Dus hij is geslaagd. Maar Paco ruimt alles op, ja? Oh ja, maar ze mag maar eentje, toch? Moet je maar zelf komen opruimen. Sorry, ik kook vanavond, goed? Is goed. Oké, we moeten nu een beetje voorzichtig gaan worden, want hij begint door te krijgen dat ik waarschijnlijk een soort prankvideo aan het opnemen ben. Hij is aan het opruimen nu. Heel zielig. Ik heb nog 2 pranks voor Rutger in petto, namelijk de wc-prank, maar hij hoeft nog steeds niet naar de wc. Dus ik dacht, we laten Romy, de schoonmaakster, gewoon nu komen en zij gaat de boel eventjes op stel te zetten. Romy, succes! Hallo, hoi. Oh, hoi. Ik ben jullie nieuwe schoonmaakster. Ik wil graag proeven. Oh, wacht, ik zal hem zo weer vertellen, ja? Oké, Romy is binnen. Hey! Hallo, klopt het? Romy, zou ik jouw schoonmaakster? Oh nee, helemaal vergeten. Ja, die zou 3 uurtjes komen schoonmaken als het goed ging en het zou bevallen. Okay. Ja, kun je er even goed in de gaten houden, want ik heb het nog niet in het echt gezien. En ik hoop dat ze goed is. Oké. Dag. Doei. Oké, gaat precies volgens plan. Ik wist dat hij zou gaan bellen. Romy, ik wil dat je zegt, jeetje, wat een haar. Daar ga ik nog wel lang mee bezig zijn vandaag. Of zal ik eerst huis laten? Dat is handig. Nou, het ligt wel haar, maar daar ben ik wel even mee bezig. Ja. Maar dat komt nog. Heb je een goede stofzuiger? Heb je een goede stofzuiger? Ja. Ze krijgt nu van Rutger uitleg waar alle spullen staan. Ze zijn nu in het washok. Romy, ik wil dat je zegt dat je het een beetje een puinhoop vindt in huis. Is het hier altijd zo'n puinhoop? Ja, dat is de studio. Oh, oké. Oké, Romy, dit is het moment. Ik wil dat je nu uit het niets Single Ladies van Beyoncé gaat zingen. Doe maar heel hard. Zeg maar, Paco, wil je meedoen? Paco! Kom maar hier. Wil je meezingen? Single Ladies, nog een keer. En nu roep je heel hard, wat een stom nummer. Een stom nummer, zeg. Zeg maar, gore doeken allemaal. Zitten allemaal vieze strepen op. Ze allemaal plekken op die doeken. Wat? Heb je ook een schone? Vegen jullie je kont hiermee af? Of wat is dit? Vegen jullie je kont mee af? Of... Kom! Nee. Ja, er zitten allemaal vlekken op. Ik
wil jou vragen om ervoor te zorgen dat Rutger de wc laat zien. Maar hij moet het echt zelf laten zien, zodat hij zelf ervan schrikt. Ik moet dan natuurlijk ook de wc schoonmaken. Ja. Waar zit die? Kan je hem laten zien? Ja, tuurlijk. Jezus! Prank geslaagd! Oh, hangt hij daar altijd? Nee, die hangt hier niet altijd. Vraag of je die pop mag hebben, want je bent een enge poppenverzamelaar. Ja, dat mag. Maar het is wel een hele mooie pop. Mooi? Ja, die verzamel ik. Echt? Ja. Nou, mag ik hem hebben hoor. Mag ik hem hebben? Ja. Nou, dank. Oké, Romy, ik wil dat je de pop meeneemt naar de wasruimte. Dan kan ik even rustig tegen je praten. Even naar ons hoofdkwartier gaan we. Zoek je iets? Oké, reageer maar dat je nog wat doekjes nodig hebt. Ik pak nog heel veel schone doekjes. Oh, ja, die laat ik boven. Ik heb heel duidelijk door dat Rutger haar niet vertrouwt, want hij houdt er heel de tijd in de gaten. Oké, Romy, je doet het top. Ik ben echt heel blij met je. Maar nu komt het ergste. Ik wil dat je straks helemaal naar boven loopt. Dan pak je zijn tandenborstel. Die staat aan de rechterkant op de wastafel. En ik wil dat je voor zijn neus daarmee de voegen van de grond gaat schoonmaken. Dit is de laatste prank, jongens. Hierna kom ik binnen. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij gaat reageren hierop. Lukt het? Rutger vertrouwt haar echt niet. Hij houdt haar zo goed in de gaten. Oeh, ik ben altijd bang dat schoonmakers dat doen met je tandenborstel. Ja, hij kijkt, hij kijkt. Is dat jouw tandenborstel? Nee. God. Ga je alle voegen zo doen? Ja. Oké, jongens, dit is het moment. Ik ga Romy redden. Ik ga naar de voordeur toe en ik ga binnenvallen. Ik ga Rutger uit zijn lijnen vandaag verlossen. Kom. Oké, daar gaan we. Romy is nog steeds aan het schoonmaken. Dit is echt het ergste wat ik ooit heb gedaan. Hoi! Ik wil je eventjes voorstellen aan Romy. Kom maar even hier, Romy. Romy is namelijk een geweldige actrice. Ik voelde me zo raar in mijn eigen huis. Ik wilde echt weg. Sorry. Romy heeft het echt geweldig gedaan. Ik hoop dat jullie het goed hebben ingeschat. Want dan heb je weer een punt verdiend. Rutger, je zat vandaag in een verborgen camera video. Het hele huis hangt vol met camera's. Ik zeg alvast sorry. Ik wil weg. Ik ga Rutger eventjes troosten. Romy, heel erg bedankt. Laat weten in de reacties hoeveel punten je hebt gescoord. Doe een duimpje omhoog. Wil je meer van Rutger zien? Klik even door en ik zie jullie volgende week dinsdag weer. Doei.